Ontdek Veldhuizen A, ook wel de Horsten en de Burgen genoemd. Veldhuizen A werd gebouwd in de jaren 60. Volgens de laatste stedenbouwkundige principes die we samenvatten onder het begrip Siamwijk. Licht, lucht en ruimte stonden en staan nog steeds centraal. De woningen zijn betaalbaar en worden omringd door groen en water. Twee basisscholen maakten de wijk compleet. Het Veldhuizen A van nu is een levendige wijk die gonst van de activiteiten. De bewoners organiseren elke maand wel iets. De moeite van het ontdekken waard. Sinds de jaren 60 zijn de ideeën over prettig wonen behoorlijk veranderd. Veldhuizen A is daarom toe aan vernieuwing. De wijk krijgt in de komende 12 jaar een metamorfose. Deze beelden geven een impressie van hoe de wijk eruit kan komen te zien. De hoge en middelhoge flats, die de wijk nu als het ware afsluiten van de buitenwereld, maken plaats voor slanke woontorens, atelierwoningen, appartementen en eengezinswoningen. De slotlaan vormt de ingang naar de wijk. In plaats van galerijflats komen hier slanke woontorens met 3- en 4-kamerappartementen in een parkachtige omgeving. Achter deze woontorens ontdekt u gelijk Veldhuizen A. Bij de Kranenburg, op de plaats van het gebouw van basisschool El Inkade, komen atelierwoningen en eengezinswoningen. Midden in de wijk komt over enkele jaren een groot park. Hier kunnen wijkbewoners spelen, ontspannen en elkaar ontmoeten. 3 speelplekken in de wijk worden opnieuw ingericht, met speeltoestellen die de kinderen zelf hebben uitgekozen. De woonomgeving wordt helemaal vernieuwd. De verkeersveiligheid verbetert door verschillende maatregelen. De maximum snelheid in de hele wijk wordt 30 km per uur. De straten worden smaller, de bermen breder en er komen fietsstroken langs doorgaande routes. De wijk wordt 's avonds en 's nachts beter verlicht. Er komen meer lantaarnpalen die meer licht geven dan de huidige lantaarns. De singels krijgen over enkele jaren een ander uiterlijk. De centrale singel, die tussen de Horsten en de Burgen loopt, krijgt een parkachtige inrichting. Langs de natuurlijk ingerichte singels, langs de Horsten, kunt u straks een mooie wandeling maken. Natuurlijk worden ook de straten en stoepen opnieuw bestraat. En er komt nieuw straatmeubilair, zoals bankjes en afvalbakken. Ontdek de feiten over Veldhuizen A. De wijk wordt volledig vernieuwd. De wijk telt nu 1756 woningen. Alle hoogbouw en middelhoogbouw wordt gesloopt. En dat zijn circa 630 appartementen. In plaats hiervan komen circa 744 huur- en koopwoningen in alle prijsklassen. Winkelcentrum De Lindenhorst, buurtcentrum Veldhuizen, de gymzaal bij De Langehorst en basisschool El Inkade verdwijnen uit de wijk. In plaats hiervan wordt het nieuwe landgoed gebouwd. Een voorzieningencluster met winkels, woningen, een buurtcentrum, een gezondheidscentrum en een sporthal. Het nieuwe landgoed komt direct naast Veldhuizen A te liggen. Rond 2017 kunt u het nieuwe Veldhuizen A gaan ontdekken.